Ja, dat is natuurlijk krom. Ja, dat ben ik met je eens. En maar je ontkomt er dus niet aan om daar echt keuzes in te gaan maken, denk ik. Nou realiseer ik me ook dat tussen droom en daad is, geloof ik, de uitdrukking. Hè? Wetten en regels staan en ook gemeentelijke autonomie. En andere zaken waar je moeilijk aan kan raken. Maar wat je net, denk ik, ook terecht zei in de pauze, dat is dan, we gaan het herhalen voor de luisteraars, is dat het heel erg moeilijk is om dit soort zaken echt te kunnen regelen. En je moet er heel veel voor overhoop halen. En dat is iets dat je ook ziet bij de discussie over de asielinstroom, op het moment dat je daar dingen aan wil veranderen. Het debat gaat vaak over, en die vraag zal Rutte ook gesteld krijgen, wat kunnen we nou morgen veranderen? Nou, het antwoord is, morgen kunnen we niet zoveel veranderen. Maar ja, kijk, ik denk dat de eerste stap is dat we met z'n allen het eens zijn, en dat is niet vanzelfsprekend, maar dat we met z'n allen eens zijn met betrekking tot het absorptievermogen van Nederland, dat de rek eruit is. Dat is de eerste stap. De tweede stap is dat we realiseren dat het niet vandaag of morgen is geregeld, maar dat we vandaag al kunnen beginnen om ervoor te zorgen dat die instroom, dat we grip krijgen op arbeidsmigratie en dat we de instroom wel beperken. Want nogmaals, het is 800.000 arbeidsmigranten. Dat is echt gigantisch hoog. Ja, ik denk dat je wel moet realiseren dat, of we het daarover eens zijn, dat weet ik niet. Je kan het er ook over eens zijn dat we dit land veranderen in een Singapore aan de Noordzee met 25 of 30 miljoen inwoners. Het kan, er zijn gebieden die veel dichter bevolkt zijn. Het zou mijn keuze niet zijn. Wat ik wel denk is, op het moment dat je het debat niet voert en niet kiest, dan maak je ook een keuze, want dan gaan we door op de ingeslagen weg. Maar daar ben ik helemaal mee. Even onderbreken. Jeroen Leenaars, zoals gezegd, CDA-Europarlementariër. Meneer Leenaars, ik wil even met u luisteren naar uw voormalig partijleider, maar de huidige minister in ieder geval van Wonen, Hugo de Jonge. Hij was in het programma op 1 te gast. En dat was het gespreksonderwerp, was daar eigenlijk het absorptievermogen. Waar is de grens? En daar sprak uw partijgenoot deze duidelijk heldere woorden. Ik heb me altijd verbaasd. In Den Haag, we hebben een hele planning van hoe de stikstofdoelen uit zouden moeten pakken. Welke natuurgebieden we zouden willen in 2050. Een hele planning over hoe het moet met de reductie van de CO2-uitstoot. Maar met hoeveel mensen we wonen in 2050 in Nederland, dat lijkt ons een beetje te overkomen. Dat is een beetje de resultante van wat gewoon gebeurt. Ja. En ik denk dat we echt toe zijn aan meer grip op migratie. Meneer Leenaars, voelde u een portie huiswerk uw kant op komen? Dit gesprek hebben we natuurlijk al veel eerder gehad. Het was ook in de lijsttrekkersverkiezingen van het CDA. Toen was dat al Hugo zijn grote zorg en ook zijn grote uitdaging om daar iets aan te doen. Lange termijn planning, grip krijgen op migratie. Omdat een hoop van de onvrede die we zien over migratie gaat niet eens. Maar meneer Leenaars, even nog sterker zelf, het is bijna een bonton. Bijna alle rechtse lijsttrekkers roepen dat. En direct na de verkiezingen horen we daarna dat het allemaal zo moeilijk is en dat we eigenlijk er niks aan kunnen doen en dat we het leidzaam moeten toezien. Nou, we hebben in het, volgens mij staat in het verkiezingsprogramma, of nee, ja, in de record staat het een schitterende zin, wij gaan het moeilijke gesprek in Brussel aan. Nou. Dus dat is misschien iets te weinig daadkracht, maar dat heeft er ook mee te maken. En ik denk dat meneer El Yassini dat net terecht zei. We moeten eerst tot een punt komen dat we met z'n allen in ieder geval de conclusie trekken dat een ongelimiteerde instroom op dit vlak gewoon niet haalbaar is. Maar vooralsnog zijn er voldoende partijen, ik zie dat in de Tweede Kamer, ik zie dat ook in het Europees Parlement, die eigenlijk nog steeds zeggen, instroom is het probleem niet. Of het nou om asiel of arbeidsmigratie gaat, dat moeten we maar met beleid op kunnen lossen. En zolang je niet dat punt ook binnen de coalitie niet op dat punt uitkomt, dan wordt het ook heel moeilijk om daadkrachtig op te treden. Dit klinkt een beetje, het moet nog verder uit de klauwen lopen. De maatschappelijke onrust moet nog groter worden voordat we tot actie overgaan. Als je naar Europa kijkt, en als ik dan even puur op asiel en migratie betrek nu. We hebben nu, met de cijfers die we nu zien, eerste 9 maanden van 2022, 228.000 illegale grensoverschrijdingen. Dat is het hoogste sinds 2016. 3 maanden op rij meer dan 70.000 asielaanvragen in Europa. Is het niet meer voorgekomen sinds 2016. We zien op de westelijke Balkanroute een toename van 178% vergeleken met vorig jaar. Dus we slaapwandelen weer een crisis in, terwijl sommige partijen blijven volhouden. Er is niks aan de hand. We moeten gewoon wat meer opvangplekken in Tweede Ter Apel. En we're good to go voor de toekomst. En ik denk dat die fundamentele keuze dat je zegt, we moeten daar met z'n allen, ook in Europa, want het geldt voor heel Europa, dat is onwenselijk en we moeten er echt iets aan doen. En even over die Balkanroute. Dat is niet omdat ze zo per se zo graag zich willen vestigen in Oost-Europa, maar via Oost-Europa alsnog in West- en Noord-Europa willen uitkomen. Ja, vanzelfsprekend. Zijn we niet eigenlijk, na een soort